Coronaregels zijn er niet meer, maar Bart Swings ontsmet toch even de handen. Een bezoek bij de koning, dat blijft bijzonder. In het begin is het misschien een beetje ongemakkelijk, maar het liep wel echt los. En de vorige keer toen ik dan alleen was, was ook wel echt heel speciaal en heel uniek om één op één met koning Filip. Ik denk dat toen koningin Mathilde er niet bij was. Maar nu merk je inderdaad wel net iets gezelliger inderdaad. Want Swings komt voor zijn tweede ontmoeting met het koninklijke echtpaar niet alleen. Na een zilveren medaille in 2018 mogen koning Filip en koningin Mathilde nu een bronzen en een gouden versie bewonderen. Door al die aandacht zijn het voor Swings drukke weken en toch blijft hij presteren. Dit weekend pakte hij nog brons op het WK Allround. Ik had niet echt meer verwacht. Ik merkte wel in training dat ik goede dagen had, maar die wissel ik ook af met toch bijna slechte dagen, dat ik mij vermoeid voelde of migraine had. En dan wist ik helemaal niet wat ik van het weekend ging moeten verwachten. De eerste dag was ook niet zo top, maar ja, ik had echt een super tweede dag en wel mooi dat ik die bronzen medaille dan binnenhaal. En nog is het niet gedaan. Voor Swings op vakantie kan, staat er nog de finale van de Wereldbeker in de massastart in Heerenveen op het programma. We gaan nog een weekend er vol voor gaan en dan er even tussenuit gaat deugd doen.